Hey, daar ben ik weer. Ah, hi guys. Het is Virgil weer van Online Video Power. En vandaag ga ik je weer een leuke tip geven. Om in ieder geval je meehelpen om video meer te gebruiken. Laten we het vandaag hebben over Instagram. Instagram is nu zo uitgebreid, onderdeel van Facebook. Ik gebruik het heel veel. En jullie zullen het ook waarschijnlijk gebruiken. Of sommigen niet, of gaan het gebruiken. Maar anyway, je kan heel veel doen. Maar voornamelijk werden er veel foto's geplaatst. Maar je ziet ook steeds meer video's plaatsen. En je hebt binnen Instagram heb je IGTV. Dat is Instagram TV. En je hebt stories. En je hebt natuurlijk de gewone posts. Laten we beginnen bij de gewone post. Gewone post is maximaal 1 minuut wat je daar kan plaatsen. En het is eigenlijk vierkant waar je rekening mee moet houden. Je kan ook breedbeeldvideo's erop plaatsen. Maar voordat je dat doet en als je hem plaatst, moet je wel links onderin op het knopje drukken om het wel breedbeeld te laten zien. Je ziet hier een schermpje waar je moet op drukken. Dus wanneer je het uploadt, een breedbeeld videootje, let daarop. En maximaal 1 minuut. En als je langer dan 1 minuut bent, zorg dan voor dat je wel laat zien waar de video te vinden is. Dan heb je stories. Stories worden door veel mensen tegenwoordig bekeken. Het is gekomen vanuit Snapchat. Ze willen natuurlijk Instagram en Snapchat zijn concurrenten. En stories kan je maximaal 15 seconden. Maar je kan er ook een leuk verhaal van maken. Dus je gaat beginnen met 15 seconden ergens anders over en overlopen naar een volgende story. En dan heb je een 30 seconden video. Zo kan je dat doen na zelfs een minuut of nog langer. Tegenwoordig kan je zelfs langere video's plaatsen. Dus stel je hebt een minuut video. Instagram gaat het automatisch in vieren hakken als het een minuut is. Zelf vind ik dat wat minder mooi, want ze pakken het niet netjes op. Het ligt dus aan jouw telefoon of het goed geknipt wordt. En of jouw telefoon genoeg memory heeft. Ja. Wat moet je hebben, man? Kom maar, kom maar. Ik ben trouwens ook op mijn werk. Budgetcam. En af en toe komt hij erbij. Dat is Alkena. Die heeft laatst mijn foto's gemaakt. En binnenkort gaan we weer een fotoshoot doen. Haha. Fotoshoot. Gaan we met analoog schieten. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet. Analoog. Het shit. Anyway. Instagram TV. Waar je ook rekening moet houden met Instagram TV. Nou ja. Stories. Is dat je verticaal je video kan plaatsen. Je kan een video van tevoren opnemen en erop plaatsen. Tegenwoordig heb je heel veel templates voor Instagram Stories. En dan uploaden. Het leuke ervan van Story is natuurlijk ook dat je live dingen gaat vertellen. Hoe ben je, waar ben je en polletjes erop plaatsen. Je hebt heel veel leuke toevoegingen bij Stories. Ik zal je een paar opnoemen. Je kan een poll plaatsen van hoe vind je dit, hoe vind je dat. Vragen stellen, mensen vragen stellen om jou te beantwoorden. Je kan locaties doen, je kan heel veel hashtags doen. Ik zou wel zoveel mogelijk gebruik maken van verschillende functies. Want Instagram let erop en voor de algoritme gaan ze je ook sneller hoger plaatsen. Dan heb je IGTV. Dat is vorig jaar half 2018 gelanceerd door Instagram. Wat ze daarmee willen doen is eigenlijk concurreren ten opzichte van YouTube. Want je hebt een aparte app ook, die heet IGTV. Daar kan je video's uploaden. Je kan tegenwoordig ook IGTV video's uploaden op de website. Als je naar Instagram.com gaat en naar je eigen account. Of je kan het in de app van Instagram uploaden. Hou er ook rekening mee dat het verticaal is. Maar daar kan je een video uploaden die lang is, zo lang als ik weet niet wat. Kan een uur zijn, kan 45 minuten zijn. Er is laatst zelfs een documentaire speciaal op IGTV geweest, die ook over Instagram ging. Dat is een Nederlands documentaire, je kan er nog kijken. Volgens mij heet het Follow Me. Ik zal nog even een linkje erop plaatsen. Heel interessante documentaire. Wat ik wel vind van die documentaire is dat iets te negatief neer wordt gezet, Instagram. Terwijl er ook veel positieve dingen eruit te leren valt. Dat kan je doen met betrekking tot video op Instagram. Ik zou zeggen, probeer het uit, want dan leer je het meest. En ik ben Virgil van Online Video Power. Zie je later. Ciao.